Heb jij op dit moment iets waar je veel tijd, aandacht en energie in steekt? Ben je bijvoorbeeld aan het trainen voor je eerste marathon? Zijn jullie een oud huis aan het verbouwen of maak je plannen om voor jezelf te beginnen? Dan heb je al lang gemerkt dat zoiets niet vanzelf gaat. En nu vraag ik me af of je doorzetten kunt leren en hoe je er beter in wordt. Ik ben Kim en ik zoek het voor je uit. Dus ik leer mensen om anders naar dingen te kijken of om mentale tools in te zetten van ja, wat doe ik nou goed of waar kan ik nou wat verbeteren? Dit is Michael. Hij is dé aangewezen persoon om jou en mij meer te vertellen over doorzetten. Mijn naam is Michael Kortekaas, ik ben 47 jaar. Ik heb een achtergrond vanuit sport. Dus ik heb CEO's in sportacademie gestudeerd. En daarna heb ik 12,5 jaar voor politie en defensie gewerkt. En ik heb politiemensen en militairen opgeleid binnen de geweldspiraal, zoals ze dat met een mooi woord noemen. Wij waren er ook al snel wel achter dat er veel meer nodig was dan alleen fysiek. En daar komt mentale veerkracht om de hoek. Michael is een inspirerend spreker op het gebied van werkgeluk, leiderschap en ook mentale veerkracht. Naast Michael spreek ik twee heren die hun portie tegenslag al vroeg in het leven kregen. Ik ben Tom Peters, ik ben 37 jaar. Ik ben geboren met een open ruggetje, waardoor ik mijn leven in een rolstoel mag doorbrengen. En ik zeg tegenwoordig vaker mag, omdat ik dat in mijn situatie een beetje zie als een soort van, toch van voordeel, een voorrecht, omdat het altijd erger kan. Dus daarom zeg ik maar gewoon mag, om het ook een beetje positief te maken. Nou, ik ben Rinte de Jong, ik ben 16 jaar. Ik ben geboren met spina bifida. Dat betekent ook wel open ruggetje. Dat betekent ook wel dat mijn spieren en zenuwen in mijn benen en onderrug het niet tot nauwelijks doen. Dus daardoor zit ik ook in de rolstoel. De twee heren hebben niet alleen een andere leeftijd, ze hebben ook hele andere dromen. Wat ze dan gemeen hebben, ze hebben volharding nodig om hun doelen te bereiken. Ik heb inderdaad een droom en die ben ik deels al een beetje aan het invullen, denk ik. Mijn uiteindelijke doel of droom is om als zelfstandige een eigen onderneming te beginnen. Nou, mijn doel is al sinds ik klein ben om de Paralympische Spelen te halen. Ik hoop dat ik de Spelen van 2028 in Los Angeles kan halen. Hoop ik dat 2028 mijn eerste wordt en in 2032 misschien wel voor goud kan strijden. Misschien is dat wel een beetje hoog gegrepen, maar mijn doel is dat ik altijd hoog in. Rinze beoefent twee sporten op hoog niveau. Hij legt zelf uit waarin hij zich nu aan het specialiseren is. Ik doe wielen, een soort rolstoelracen. Zit je op je knieën en dan ga je rondjes over de atletiekbaan. Dat is eigenlijk gewoon een beetje hardlopen in de rolstoel. En handbiken, dat is gewoon wielrennen, maar dan lig je in een soort fiets en trap je met je handen. En dat is meer voor op de weg en klimmen. En met het wielen zit ik in een talententeam met allemaal jongens die ook al naar de Spelen gaan of naar het WK. Dus dat is ook heel leuk om mee te trainen. Vorige week heb ik meegedaan aan de halve marathon van Berlijn. Dus dat was de eerste keer dat ik echt een grote wedstrijd heb gehad. Grote doelen behalen kan eigenlijk alleen als het iets is waar ook je passie ligt, vertelt Michael me. Zijn eerste advies is dan ook, vind en volg je passie. Zoals Rinze in zijn sport vindt en Tom zoekt in het ondernemerschap. Daarna zijn twee dingen essentieel. Je hebt eigenlijk kracht versus veerkracht. Maar de afgelopen jaren is ook wel op een of andere manier er doorheen gekomen dat mentale kracht wel heel erg gaat over doorzettingsvermogen. En vanuit een defensieachtergrond noemen we dat dan maar pijn is fijn, bloed is goed, jeuk is leuk. Wat ik dan vaak een beetje terugkrijg in mijn wereld waar ik in loop, is dat mensen dan dat gaan zien als van ja, je moet gewoon doorzetten en dan maar zonder slaap. En natuurlijk, dat zijn competenties, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Zoals je hoort, geeft Michael in het begin van ons gesprek al aan dat fysieke kracht niet de enige competentie is die je nodig hebt. Maar fitheid vormt wel vaak de basis van je mentale kracht. Rinze kan daarover meepraten. Ja, je hebt je uithoudingsvermogen nodig. En dat vind ik juist heel leuk om te gaan doen. Om gewoon jezelf helemaal, helemaal leeg te rijden.
En dan, ja, dat vind ik ook heel leuk om even heel, echt helemaal tot 100% te gaan. Tijdens de wedstrijd denk je, wat ben ik aan het doen? Waarvoor doe ik het? Maar als je dan denkt, als je klaar bent over het finish bent, denk ik, dit was, voelde toch wel heel goed. Dit was toch wel lekker. Rins heeft nog een voorbeeld van kracht en uithoudingsvermogen waar ik van onder de indruk ben. Het is als een viaduct op fietsen, maar dan met de hand. En geen viaduct, maar een berg. Oh, gewoon klimmen is voor ons gewoon strijden. Gewoon met armkracht omhoog gaan. Met 3-4 km per uur. Dus over een klim van 100 meter ben je 10 minuten bezig. Fysieke kracht is dus essentieel als je bijvoorbeeld traint voor je eerste marathon of van plan bent om de Olympische Spelen te halen. Michael was echter nog niet klaar. Hij vertelde zojuist dat kracht niet het enige is wat je nodig hebt. Sterker nog, dat is maar een gedeelte van het verhaal. Want namelijk de andere kant op, de veerkrachtkant op, die wordt veel belangrijker. En dat gaat over, kunnen wij loslaten? Kunnen wij zorgen dat je herstel neemt om weer verder te gaan? Ook Rinze weet dat. Daardoor zit ze ook wel gewoon een beetje durven rust te nemen. Gewoon echt, als je een keer ziek bent, dat je ook gewoon echt even goed uitziekt, zeg maar. En goed naar je lichaam blijven luisteren. Dus als je een keer echt spierpijn hebt, niet heel hard gaan trainen, maar gewoon rustig aan gaan doen. Gewoon, misschien gewoon even een rondje uitfietsen of een rondje uitlopen. Wat Rinze vertelt, weten we allemaal. Bij topsport bepaalt goede rust de helft van je prestatie. Michael trekt die vergelijking door naar het dagelijks leven. Dat van jou en mij. Nogmaals, kracht versus veerkracht. Besef je eens eventjes. Nou, als je dus dingen in je leven hebt waarbij je werkdruk ervaart, hè, of je hebt piekspanning in je leven. Je zit in verandering. Je hebt te maken met teleurstelling, tegenslag. Of je wil je gedrag veranderen. Dan is de eerste valkuil dat wij gelijk gaan denken, dit moet allemaal beter, harder, hoger, sneller, dat. Veel mensen zullen dit herkennen. Als er iets tegen zit, moet er gewoon een tandje bij. En dan kom je eigenlijk uit bij, wat is nou jouw energiemanagement? Hoe sta jij erin? Zit jij al in je leven goed in je energie? Of zit je wat minder goed in je energie? Heb jij veel performance-energie in je leven? Dat is eigenlijk floreren. Of heb jij wat meer survival-energie in je leven? Survival-energie is eigenlijk ook dat je nog steeds hard gaat. Hè? Alleen jouw energiemanagement is meer negatief. En minder positief, meer negatief. De theorie over energiemanagement staat ook op Michael's site. Daarbij stel je jezelf 2 vragen. 1. Heb ik veel of weinig energie? 2. Is mijn energie positief of negatief? Door die vragen voor jezelf te beantwoorden, weet je ook of je moet herstellen of lekker door kunt gaan zoals je gaat. Ik leer mensen aan, en dat zit dus in die veerkrachtkant. Dus in, laten we maar misschien zeggen, de wat softere kant. Dat is, hoeveel herstelenergie durf jij jezelf nu te geven? Recovery-energie. Eigenlijk is de eerste dat wij allemaal te veel doen en te veel willen. Stress is helemaal niet erg, maar het gebrek aan herstel is erg. Kijk ook eens alsjeblieft naar de herstelenergie. Dat wat Michael ons nu vertelt als volwassen man, adviseert Rinze ons met zijn 16 jaar ook. Dus luister vooral naar deze jonge man. Gewoon, als je bijvoorbeeld met een coach traint voor bijvoorbeeld een marathon, blijven praten of je voelt je keer niet goed, dan moet je het wel zeggen en niet denken, oh, dat is niet heel erg. Dus dan als je gaat trainen, als je ziek bent, gaat dat niet vooruit gaan boeken, maar alleen maar, word je alleen maar slechter ervan. Precies, als je ziek bent moet je tijd nemen om te herstellen. Dat vinden we heel normaal. Michael ziet dat we in ons gewone leven echter vaak het omgekeerde doen. Als we onszelf meer rust en ruimte gunnen, herstellen we niet alleen beter, dan is er ook ruimte voor zelfreflectie. En de topsportgedachte is, we hebben herstel nodig om te kunnen presteren. Maar wat ook bijvoorbeeld in het vertragen zit, in het slowdown zit, is, stel dat er nou iets tegen zit in het leven. En of het nou inderdaad in de sport is, of degene die wil gaan ondernemen, dat gaat 100% gebeuren. Er gaat iets fout, het lukt niet. Kun jij dan reflecteren? Neem jij de tijd om te vertragen en tot reflectie te komen? Dat reflecteren is Tom aan het leren. Hij vertelt dat anderen wel eens negatief reageren op zijn plannen om te gaan ondernemen en dat hij daar last van heeft. Nu hij meer rust inbouwt, heeft hij meer controle over zijn eigen emoties en zijn mentale gezondheid. Pas op plaats nemen
en denken van, oké, wat er gebeurt nu iets. Moet ik hierin meegaan of niet? Of is het misschien beter om even niet in deze emotie te gaan? Het is echt een kunst om te kunnen vertragen. En om dan nog maar wel een keer de link te maken naar bijvoorbeeld speciale eenheden. Maar wat kunnen zij nog beter? Dat is debriefen. Dus na een actie gaan zij debriefen. Met het team op zichzelf. Daar maken hun een kunst van. En daarom kunnen ze ook elke keer nog beter worden. En boven de allergrote menigte uitsteken. Omdat daar reflectie in zit. Hoewel Tom en Michael niet bij elkaar aan tafel zitten en elkaar zelfs niet kennen, hoor ik in beide verhalen reflectie terugkomen. Jezelf afvragen van wat is nu daadwerkelijk aan de hand? En hoe zou ik deze situatie, hoe zou ik met deze situatie om kunnen gaan, zodat het voor mij in ieder geval geen onnodige negatieve gevoelens op gaat roepen. Dat gaf me wel een gelijk bepaalde rust. Van oké, ik heb nu tegen mezelf gezegd van ik doe er nu even niet mee. Waardoor dat het bozige gevoel een stuk minder werd. Wij leren door dingen te doen, hè, door dingen te denken, door dingen te voelen en te doen, beïnvloed je je eigen brein. Hè? Dus jij, door wat jij denkt, voelt en doet, heeft dat een feedbackloop op je eigen brein. De feedbackloop waar Michael het over heeft, herken ik in het volgende wat Tom me vertelt. Plus, ik heb ook een soort van moodboard gemaakt. Waarop ik allerlei teksten en plaatjes en dingen heb geplakt en geschreven. Waar ik heel veel energie van krijg. Waar ik heel blij van word. Waarvan ik denk van ja, dit is wat goed voelt. Plus een moodboard aan de andere kant. Die dus een bepaalde negativiteit in mij dan oproept. En denk ik van nee, dit is niet zoals ik het wil. Dit is niet fijn. Dit is niet leuk. Of dit voelt niet goed. Zodat ik echt gewoon letterlijk kan zien van oké, dit moet ik dus niet gaan opzoeken. Dit moet ik dus niet gaan doen. En dat helpt mij gewoon niet. Waar de uitdaging bij Tom dus vooral op mentaal vlak ligt, zijn de tegenslagen bij Rinze meer van praktische aard. En dan de afgelopen weekend in Berlijn. Vooral dan vlak voor het weekend. Dan met wielen heb je speciale handschoenen voor. Met de rubber erop voor echt extra grip. En dan toen we net in Berlijn waren, de eerste training, liet dat nieuwe rubber los. Dus ik dacht, jammer, ik hoop niet dat ik met spaakwielen moet rijden. Maar gelukkig was ik daar met een trainingsmaatje mee. En die had dan een reserve hoepels. Dus waar je de rubber erop doet. Die had hij bij zich. Dus ik mocht die gelukkig lenen. Waar ik wel met mijn goede wielen de halve marathon kon rijden. Dus dat was wel een lichte tegenslag. Maar ook wel, het is wel weer goed opgelost. Rinze kreeg hulp in Berlijn. En ook Tom weet uit ervaring dat je hulp nodig hebt om je doelen te bereiken. Als je die hulp dan aangereikt krijgt, dan moet je die ook aanpakken. Nou ja, dit traject zit boordevol workshops en trainingen al. Van mensen die al jaren een eigen bedrijf hebben. Of allerlei mensen die er ook maar iets over kunnen vertellen. Als het gaat om ondernemen met een beperking. Dus die workshops die helpen mij natuurlijk een hele hoop om bepaalde richtingen te vinden. Of ideeën op te doen. Ook Michael vindt hulpvragen heel normaal. En om maar de link te maken naar wat is dan hulpvragen? Ja, daar zit eigenlijk kwetsbaarheidje in de weg. He, want wij vinden het natuurlijk eigenlijk heel erg leuk om het gewoon zelf te doen. Sterker nog, dat wordt gelabeld van maakbaarheid en individu. En dan is hulpvragen bijna zwakte. Nou, kwetsbaarheid is dus geen zwakte. Nee, het gaat er dus juist ook om dat jij kunt laten zien dat jij om hulp durft te vragen. Plus ik heb een eigen businesscoach die aan mij gekoppeld is vanuit dat traject. En dan is het fijn als je iemand naast je hebt staan die jou daarin kan begeleiden. Maar ik laat mensen ook wel nadenken over wie jij in je omgeving verzamelt. Ja, want jij hebt dus een grote invloed, maar andersom werkt het ook. En hier is dan eigenlijk de uitspraak. Je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Bij Rinze zijn het vooral zijn ouders, coaches en vrienden die om hem heen staan. Zijn ouders helpen hem praktisch, zijn vrienden juichen hem toe en zijn coaches vormen hem als sporter. Maar samen zorgen ze er vooral voor dat Rinze steeds minder hulp nodig heeft. Merk ik ook wel echt dat ik zelfstandiger ben geworden.
Gewoon voor die talentendagen moesten mijn ouders overal mee naartoe of in de buurt zijn. Voor de medische verzorging. Maar nu merk ik ook wel dat ik daar zelfstandig in word. Dat ik het ook zelf kan en zelf wil leren. En dat is ook altijd, dat vind ik ook wel belangrijk om te doen. Gewoon als zelf te kunnen. Dit is wat al die veerkracht, volharding en doorzetten Rinze en Tom oplevert. Het geeft mij wel een gevoel van vrijheid. Dat ik het gewoon altijd zelf kan doen wat ik wil. Dat ik niet mijn ouders of zo nodig heb om ergens naartoe te gaan. Maar wel voor het rijden, maar niet echt voor dat medische stuk. Dus daar ben ik echt wel blij mee, omdat dat ik dat zelf kan. Uiteindelijk meer zelfkennis, denk ik ook. Goed weten hoe... beter weten hoe ik in elkaar steek. En waarom ik op bepaalde situaties reageer zoals ik reageer. De vader van Rinze wil tot slot ook nog wel wat zeggen over het doorzettingsvermogen van zijn zoon. Rinze is geboren met een open ruggetje. En toen hij in het UMCG lag, als klein jongetje... toen kwam de neuroloog bij ons en wij stelden, het is een heel mooi jongetje. Maar de neuroloog zei van ja, hij heeft wel van alles. Hij is wel ziek, hij zal dit niet kunnen, hij zal dat niet kunnen. Bereid je daar maar op voor. Ja, nu zitten we hier met Rinze aan tafel. Een stoere jongen zit rechtop in zijn rolstoel en die heeft al heel wat beleefd. Dus als ik zie hoe hij als klein jongetje naar een 16-jarige puber is gekomen, wat hij allemaal heeft gepresteerd, dan ben ik super trots op hem. Dat is pas volgens mij doorzettingsvermogen wat hij heeft. Ben je geïnspireerd door de verhalen van Rinze en Tom? Wil jij ook je dromen najagen? Dan weet ik de weg naar een steuntje in de rug. Voor jou en 99 andere luisteraars staan er maar liefst 26 online modules klaar die je helpen bij je mentale gezondheid. Een van die modules heet Succesvol Veranderen. Ga daarvoor naar mensis.nl/doorzetten. Wil jij de belangrijkste inzichten en adviezen van Michael Kortekaas nog eens teruglezen? Ga dan ook naar mensis.nl/doorzetten. Daar vind je een samenvatting van het interview terug en ook de link naar zijn website. Na de zomer komt hij zelfs met een boek over mentale veerkracht. Volg hem daarvoor op social media. Je schrijft Michael met M-I-C-H-A-E-L. En Kortekaas, gewoon zoals je het zegt. Dit was voorlopig alweer de laatste aflevering. Blijf geabonneerd op deze podcast en je ziet de nieuwe afleveringen vanzelf weer verschijnen. Bedankt voor het luisteren.